kijken dan alleen maar machines en robots. Ja, en ook dat je... Eigenlijk gaat het ook over een soort van goed... een goede website of een goede online ding willen maken. Ja. Ik denk als je dat als oogpunt hebt en je bent vaardig... dan een heleboel dingen vanzelf ook op zijn plaats komen. Inclusief dat je voor de toekomst ook voorbereid bent voor de toekomst. Ja. Maar als je nu zegt van nou, ik wil nu dit en dit... want dat is nu heel erg belangrijk. Ja. Dikke kans dat je dan een heleboel dingen voor de toekomst gewoon... dat je nog een keer die website moet maken over 2 jaar of over 1 jaar. Of wat ook. Ja, nou goed, dat gebeurt sowieso wel. Ja, precies. Websites ja. worden elke 3 jaar zo ongeveer weer opnieuw gebouwd. Ja. Maar dat is... Eigenlijk is dat zonde. En dat komt ook eigenlijk doordat we websites gewoon niet goed bouwen. We maken mooie plaatjes. Ja. En zodra het live staat, wat heel lang duurt, hebben we er eigenlijk alweer genoeg van. Want het is net niet goed genoeg. Het is niet wat we beloofd hadden. Het is niet zoals we verwacht hadden. Ja. Dus iedereen is altijd een beetje teleurgesteld met een website. En dan... Ja. En dan is hij na een half jaar is hij eigenlijk alweer achterhaald. Maar ja, dan is het te vroeg om erover te beginnen van we gaan wat anders doen. Ja. Ja, het is zo maar mensen die hebben er ook niet het geduld ervoor om zeg maar, alle aspecten ook goed te doen. Hè? Dus als wij dan de webprojecten waar wij echt fan van zijn. Dat zijn van die projecten waar elk detail zo mooi is uitgewerkt. En waar je blij wordt gewoon puur vanwege wat er staat en hoe het wordt aangeboden. Mm-hmm. En dat zijn ook precies de projecten die ook langer een langer leven beschoren zijn. Ja. Omdat ze gewoon hebben gedacht van... Ja, we moeten dit moeten we maken alsof we een boek maken, weet je wel? Dit boek gaat in de aankomende... boeken worden ook slecht gemaakt, hoor. Ja, ik bedoel met de boeken worden gemaakt met de aandacht. Ze 4 keer gelezen worden en dan moeten ze stuk zijn... zodat er een nieuwe wordt gekocht. Ja, misschien is het verkeerde analogie. Ik bedoel te zeggen dat het gemaakt wordt met de aandacht... alsof er daarna niks meer aan gedaan kan worden. Ja. Alsof ze van, nu moet je ook echt je best doen... want het kan niet meer aangepast worden. Is dat ook zo. Het kan wel, alleen het budget is gewoon op. Dus er gebeurt niks precies, meer. Ja, precies. Maar daar zit dan ook een heel erg belangrijke kwestie. Dat mensen denken dat als een website live gezet wordt... dat die dan af is. Nee. Maar dat is helemaal niet zo. Nee. En het grappige is, de teksten die ervoor geschreven worden... die worden dan weer juist met de omgekeerde redenering... van dat kunnen we altijd nog wel aanpassen... of dat kunnen we nog wel aanvullen of beter maken of wat ook. Ja. En dus merk je dat altijd bij livegang... dat alles op zijn plek is, behalve de content een beetje. En ja, wordt het... dat het alsnog niks is. En dat ze denken van, ja, ik weet niet. Misschien moeten we toch maar eens gaan denken om iets anders erbij te doen. Een app of iets dergelijks. Of wat dan. Ja, het is natuurlijk vaak eens van budget. Te weinig budget uitgestoken. Ja, of verkeerd geïnvesteerd. Ja. Dat kan ook. Hè, in feature riders vervallen en te veel tegelijkertijd willen. Ja. Terwijl een hele mooie kleine of kern... Of een slecht team samenstellen. Beknibbelen op kosten. Dat is natuurlijk ook wat te veel gebeurt. Ja. Heel veel mensen inzetten tegelijkertijd. Of, fijn. Maar goed. Dat was één. Hey, er is nog één ding. Als je mij redden we dat nog net in de 700 meter die we moeten rijden. Ja. Dat was een leuke opmerking die jij maakte over de locatie van het logo op websites. Dat misschien...